Ik heb een nierziekte. Ik heb helemaal geen nieren. Een nierpatiënt moet er veel voor over hebben om een beetje normaal te leven. Want dialyse is geen leven, maar overleven. Als je geen nieren hebt, dan wordt je bloed gewoon vervuild door alle afvalstoffen. En die moeten er gewoon uitgehaald worden, want als die er niet uitgehaald worden, dan ga je uiteindelijk dood. Dialyseren, dat is in feite de functie van je nieren overnemen. Dus, en dan de belangrijkste functie, dus het schoonmaken van je bloed in feite. Gelukkig kan ik hier thuis dialyseren en dialyseer ik gewoon echt 6 nachten per week. En dan voel ik me redelijk goed. Maar als ik minder ga dialyseren dan dat, dan voel ik me eigenlijk meteen ziek. Als ik de ene dag werk, dan lig ik de andere dag op bed. Als je het groter pakt, als ik 1 weekend naar Lowlands ga, dan ben ik 1 maand ziek. Een nieuwe nier, dat zou natuurlijk heel mooi zijn, maar je moet daar niet bij stil blijven staan, want dan blijft dat maar spelen. En dan denk ik, oh, had ik er maar 1, maar dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon op die lijst staan en gewoon denken, nou ja, het komt of het komt niet. Transplantatie is nog altijd de beste oplossing. Daarom zet de Nierstichting alles op alles om de wachttijd op een donornier te verkorten. En steunt de Nierstichting onderzoek naar betere behandelmethoden. Dat kunnen we niet alleen. Wat heb jij over voor een nierpatiënt? Steun ons. Kijk wat jij kunt doen op nierstichting.nl. Do your thing.